Yo mensen van mijn kanaal, mijn naam is Mick, ik ben Jesse. Hey. En vandaag gaan wij reageren op optische illusies. We hebben net al een beetje gekeken en Jesse spaced hem al keihard. En dat was er nog maar één. We hebben echt superveel optische illusies. En dat zijn eigenlijk gewoon bepaalde dingen zoals mijn mobiel die gaat pingen. Lekker. Lekker bezig. Nice. In ieder geval, laten we gewoon meteen beginnen. En dat is de rotation ring. Als je in het midden kijkt van deze ringen, dan gaat hij bewegen. Wow, het wiebelt. Het beweegt, dit ja. Is ook, wow. Ik ken deze toevallig al. Wow. Ja, laten we gewoon gelijk doorgaan naar de volgende, want dit is de minste. Dit is de een van de minst sociale. Ja. Dit zijn vierkantjes en als het goed is, zwarte zie je puntjes de hele tijd er doorheen komen. Wow. Dat is toch lijp? Dat is toch lijp? Wow, zo vet! What the fuck? Het is niet normaal. Oh mijn god. Finding image. Fading image. Oh. Als je blijft kijken naar naar deze afbeelding, dan verdwijnt hij. Blijf maar kijken, Jesse. Je staart ernaar. Niet knipperen. Foei. Kijk, jij gaat weg, hè? Ik zie letterlijk gewoon... Foei! Om dat moment, he realized. Ik ken deze ook al. Als je blijft staren, gaat hij gewoon oprecht weg? Ja, dat gele blijft een beetje volgens mij. Holy shit. What the fuck? Oh, dit is echt sick, man. Deze is echt sick, ja. Jongens, doe een duimpje omhoog als ze bij jou ook wegging. En volg me ook even op Instagram, Mick voor YouTube, net zoals deze gast heeft gedaan. Wordt allemaal voor Jesse Show. En deze gast, en deze gast, en deze gast. Oké, volgende. De Kanisha Triangle. Even kijken, ik moet even lezen. Wat is er bijzonder aan? When you look at the image, your brain creates counters. Oh, het monster illusie. Oké, we hebben net al een beetje... Dit was zeg maar, ik kijk altijd een beetje van tevoren of het wel goede illusies zijn en dat soort dingen. En deze hadden we toevallig toen gecheckt. En Jesse spaced hem keihard. Ik ook. Ze zijn even groot. Deze twee monsters, of deze twee gasten die rennen, zijn even groot. De voorste is net zo groot als de achterste. Nu denk je, Mick, dat is bullshit. Nee. Weet je wat je even moet doen? Je moet even je vingers naar die kleine zetten en dan naar die grote. En dan niet groter of kleiner je vingers maken. Dan zie je dat ze even groot zijn. Ja, precies. Holy shit. Als je gewoon even met je vingers zo gaat en dan zo, dan zie je gewoon dat ze even groot zijn. Het is echt boom, wow. Like als je ook helemaal dacht, what the fuck. Wow. Abonneer ook even op ons kanaal. Op ons kanaal. Ja, dit is ons kanaal. Abonneer even op mijn kanaal en abonneer even op Jesse's kanaal. De Jastro illusie. Named after Robert Jastro in 1989. Hey, niet gapen. Godman, die hier. Kan A nou groot, even groot zijn als B? Never, hoe, dit is een hek. Wait. We gaan weer de vinger testen. Yes. Ho, ho, ho. Ze zijn even groot. A is net zo groot als B. En je kan het weer met je vingers testen. What the fuck? What the fuck? Ik snap dit niet. Hoe kan dit? Dat weet ik niet. Ze zijn even groot. Hoe kan dat? Zou Barry het weten? Kijkers weten waarschijnlijk niet wie Barry is. Barry is een lama. Nummer 18. De Fraser-spiraal. Wat moet ik hier zien? Het wiebelt een beetje. Er gebeurt niet heel veel. Oh, ja. Deze ken ik ook. Volgens mij zijn dit dezelfde kleuren. Oké, maar... Dat rechtsboven, dat blauwe, ja, is dezelfde kleur als wat groene. Dat kan niet. Als je Photoshop opent, kan je het testen. Oh mijn god, gaan we dit echt doen? Kijk! Het is gewoon dezelfde kleur, gek. Hou eens een mogelijk, jongen. En een mooie achtergrond op jij is. Ja, hè? Dit is de Endless Staircase. Oftewel, de eindeloze... het blijft maar doorgaan. Er zit geen einde aan. What the fuck? Dit soort dingen kan ik echt niet tegen, man. Hier word ik echt mindfuck van. Het is zeg maar... Waar begint het? Dat weet je niet. Dat weet je niet, maar waar eindigt het? Ik heb ooit gevraagd waar begint de cirkel. Toen dacht ik ook van ja, ik ben echt een mogol. Dit valt niet eens uit te leggen, deze afbeelding. Ik word echt wel duizelig gewoon. Laten we naar de volgende gaan. De Zonner Illusion. Alle lijnen zijn gewoon allemaal recht. Deze is net zo recht als die. Kijk maar. Als je weer je hand er zo ophoudt. Maar Nero, dit is mindfuck. Ik snap het niet. Al deze lijnen zijn gewoon allemaal recht. Voor mij staan ze echt allemaal diagonaal. Terwijl het lijkt dat ze allemaal zo gaan. Ze zijn alle kanten op. Maar je kan het dus testen met je hand er gewoon op te leggen en dan naar de volgende gaan. En dan kan je letterlijk zien dat deze even diagonaal is als die en die. Wow! Dit is echt spacen. Dit is weer echt spacen. Maar dat komt door die schuine streepjes. Ja, precies. Het lijkt alsof deze rode lijnen allebei, ja, bollig zijn. Toch? Ja, ze zijn recht. Maar ze zijn helemaal recht. Precies recht. En dan ga ik pakken mijn telefoon. Kan ik weer tegen het beeldscherm aanhouden. Ik dacht letterlijk dat dit een brug was. En dan kan je zien dat ze gewoon... Oh mijn god. Ik snap er helemaal niks meer van. Dat is toch raar. What the fuck. Nee, maar... Deze rode lijnen zijn recht. Hoe kan dit? Ze zijn recht. Hoe kan het dat ze... Ik snap. Ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Ik ben gewoon helemaal een beetje in de war. Ja, maar waarschijnlijk als ze dat blauwe weg zou halen... Dan is het recht. Ja. Wow. Dus er is iets met dat blauwe gebeuren waardoor mijn ons hoofd denkt dat het zeg maar buigt of zo. Oké. Even kijken. De cirkels. Wat is het, Jesse? Sowieso dat die oranje twee even groot zijn. Terwijl ze denken dat die rechter groter is. En je gaat me niet zeggen dat die grijze bolletjes even groot zijn. Want dan loop ik nu de camera uit. Nou, dat denk ik ook niet. Ik ben even aan het lezen. Er staat een uitleg onder, want soms zie ik het zelf ook niet. Ja, ze zijn even groot. Deze
deze oranje cirkels zijn even groot. Nou, maar dit snap ik dus niet. Door de kleine, ja, zilver, of ja, grijze bolletjes eromheen, lijkt die rechter groter. Maar dat is niet zo. Ze zijn letterlijk even groot. Ja, maar wat zou je doen als die grijze even groot waren? Dat kan niet. Maar dan zou ik denken, nee. What the fuck? Ja, maar dan dacht ik net ook met die gorilla, met die monsters. Ja, die waren even groot, ja precies. Ja, maar dit is iets te groot verschil. Yes, the leaning tower of Pisa, that's actually lean, but these two images are in fact one of the one and the same. Although the image on the right appears to be leaning away from the one on the left. Go ahead and try the same thing with the entire state building. I will lean to, I promise you. Ik snap hem niet. We skippen deze. Ik snap, ik zie het al. Hoe kan die aan de linkerkant recht zijn en aan de rechterkant zien hoekje? Ja, het lijkt net alsof die achter dat ze zo naast elkaar liggen. En voor lijkt het alsof ze op elkaar liggen. Het is heel spacend. What the hell? Wow. Dan komt er een weerkaatsing. Wow, ja. Ik ben helemaal Ik snap deze ook niet. De floating star. Dit is gewoon een hele mooie manier van gravity of iets in die richting. En dan op de perfecte positie staan. Het lijkt net alsof het gewoon een trap is. Maar zou je er ook op kunnen lopen? Nee. Maar dit is gewoon een, ja. Waarschijnlijk als je iets meer naar rechts staat, dan heb je dit effect niet meer. Wel leuk gedaan. Ik heb een plukje. Nu heb ik er twee. Nummer 6. Up and down. Deze twee drie dingen gaan eigenlijk gewoon letterlijk recht naar boven en recht naar beneden. Terwijl jij denkt dat ze een beetje schuin naar boven gaan en schuin naar beneden gaan. Maar als je dit doet, kan je gewoon letterlijk zien dat ze niet eens... Dit is echt gaar. Ze gaan gewoon letterlijk recht naar boven en recht naar beneden. Voor je gevoel gaan ze de hele tijd naar rechts, maar ga niet verder van de kant of zo. Wow. 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 Oh my god. The rotating squares. Oké, het lijkt net alsof... What the hell? Dit heeft geen uitleg nodig. Het lijkt net alsof ze allemaal een beetje... Ze wiebelen. Ja. Maar wow. Nu is de vraag... Wiebelen ze echt? Nee. Nee, een andere vraag. Staan ze allemaal zo scheef of staan ze allemaal recht? Ik heb geen idee. What the fuck? Volgens mij staan ze allemaal recht, maar voor je gevoel zijn ze allemaal gekanteld. Of ben ik nou gek? Deze vind ik echt mindfuck. Als je zeg maar blijft bewegen, dan blijven ze gewoon hoe ze eigenlijk staan. Maar als je echt blijft staren en je ogen stil... Oh nee, als je ogen precies stil staat, gebeurt er helemaal niks. Wow. What the hell? Maar als je met je ogen beweegt, gebeurt er wel iets. Dan bewegen die dingen ook. Nou, maar staan ze nou recht of scheef? Jongens, wist je als je iemand in de ogen aankijkt, dat je eigenlijk maar naar één oog kijkt? Wow, what the fuck? Je kan nooit iemand recht in de ogen aankijken. Ik kan hem alleen recht in het oog aankijken. Wow. Doe je ogen dicht en denk aan de kleur rood. Zie je dan de kleur rood, ja of nee? Laat het weten in de comments. In ieder geval jongens, ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Check ook even Jesse's kanaal hier beneden in de beschrijving. Check ook mijn kanaal als je dat heb je nu gedaan. Vond je het leuk? Abonneer even. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij een nieuwe video. Morgen om 7 uur op mijn kanaal. Zet nog even dat belletje aan. En dan zeg ik zoals altijd, Mick out.